heeft gisteravond een grote brand gewoed in het winkelpand van Van den Bos Tuin en Terras aan de Jochem de Wildstraat in Volkel. De showroom, kantoor en opslag gingen in vlammen op. De zwarte rookwolken waren tot in de verre omtrek te zien. De brandweer rukte met groot materieel uit om de vlammen te blussen. Ook korps uit Boekel, Os en Veghel verleende assistentie. Vanwege de mogelijke aanwezigheid van asbest werden toeschouwers op afstand gehouden. Ook buurman Jan Koppens vreesde even dat zijn aangrenzende opslagloods in vlammen zou opgaan. Dat wist de brandweer te voorkomen. Eigenaar Wilbert van den Bos kreeg onlangs nog de ondernemerspluim toegekend. Hij is actief binnen de Volkelse gemeenschap en de politiek. Van den Bos maakte onlangs bekend op termijn een nieuwe vestiging aan de Zeelandse dijk in Uden te willen betrekken.